Hallo, mijn naam is Stijn en mijn urban craft is juweelontwerp. We zijn begonnen vroeger. Ik vond het altijd wel leuk om iets te kunnen maken dat ook altijd een cadeau is voor iemand. Het is altijd een geschenk. En de vormgeving, ja, is elke keer wel terug iets nieuws zoeken. De inspiratie komt sowieso wel. Er is altijd een fase van proberen en creëren en fouten maken en experimenteren. En dan is er een soort van uitvoering van productie. En in die productie ben je eigenlijk al terug bezig met het volgende. Dus ook een schetsboek ligt er ook wel elke dag en komt er wel eens terug een lijn of een vorm terug boven. En je zit eigenlijk heel snel in een volgende collectie. Het leuke van deze materiaal is gewoon, het is ook altijd een beetje spelen. Het is zo een nieuwe vorm maken, spelen met vuur. En nu wordt je gewoon rondgeklopt. Dan hebben we onze basisring. Voilà. En is een basisring klaar. Nu kan er natuurlijk nog niks op bevestigd worden, dus hier solderen we dan nog een plaatje op en een pinnetje, zodat er eigenlijk het steentje kan bevestigd worden. Dus dit was het laatste proces, het voorlaatste proces. Dus de liquid marble is gegoten in de flexibele mouw. En na een dag wachten komt het dus eigenlijk er zo uit. Wordt het eigenlijk dus echt een steentje. Dit wordt nog bijgeschuurd. Dat was het eindresultaat. Ongeveer dit krijgen. Wat ik zelf ook belangrijk vind. Verpakking. Ik wil in alles zo wel een beetje een eenheid creëren. Al die vormen horen ook wel een beetje samen. Dat vormt één geheel. En dan is het eigenlijk nadien de bedoeling om terug iets anders te gaan maken. Dus ik kan nooit blijven verder bouwen op één gegeven. En blijven uitmelken. Maar gewoon elke keer terug wel een nieuw invalspunt of materiaal of vorm kiezen en daarop verder werken.